Een levensechte potvis van wel 16 meter lang ligt aangespoeld op camping Costa. Hij is symbool voor migratie en dus voor de Red Star Line. Die potvis is eigenlijk een stukje een symbool voor migratie, omdat er heel veel overeenkomsten zijn. De grootte van het dier zelf, de boten gigantisch tot de verbeelding sprekend, en ook eigenlijk de grote afstanden die je aflegt. Het Red Star Line Museum maakt het publiek op deze manier warm voor het grote migratieverhaal. Zo kon je een route volgen die al tipjes van de sluier ligt. En langs dat parcours stonden mysterieuze valiezen met zo'n 100 bagagelabels, die je gratis toegang geven tot het nieuwe museum. Ik heb er eentje gevonden in het Eugeen van Michem Museum. En ik ben dan recht naar de infomarkt, naar de infobalie van de stad gelopen. En ik heb daar dan een extra ticket gekocht voor mijn echtgenoot, zodat we samen dat museum kunnen gaan ontdekken. Op de infostand van het Red Star Line Museum is het over de koppen lopen. En dus is er geen twijfel meer over mogelijk. De opening wordt beslist een groot succes. We hebben al meer dan 500 rondleidingen verkocht. Dat neerkomt op een totaal van meer dan 8000 individuele tickets. Dus mensen waarvan we nu al zeker van zijn dat die gaan komen. Vandaag is ook de ticketverkoop van start gegaan aan de balie van Antwerpen Toerisme en Congres. En ook daar zijn er al meer dan 150 tickets verkocht, wat voor een museumbezoek toch redelijk uitzonderlijk is. Er zijn weinig mensen die op voorhand hun ticket gaan boeken voor een museum, dus ik ben daar eigenlijk heel blij om. Uitkijken nu dus naar 28 september voor de officiële opening van het Red Star Line Museum.